Zeg ja, hè? Ja. Maar dat was slecht. Allee! Als je vraagt aan mijn mama en mijn papa wat deed jij het meeste, hè, van niet met de poppen of met dit of dat, dat was mij verkleden en acts voorbereiden, waar mijn ouders dan tot vervelens toe naar moesten komen kijken. Mijn mama en ik, wij doen de stemmetjes van de huisdieren. De Pepper die praat dan zo. En de Zappa praat zo. Ja, ik heb dat niet expres gedaan. Dat die dan van alles misdoet. En de kat, Satie, die kan eigenlijk maar één zinnetje zeggen en dat is... Ik weet het niet. Omdat die dement is. Ik was echt zot van Ilse Stalswader. Ik was daar verliefd op. Ik dacht ook echt dat ik daarmee ging trouwen en zo. Ik heb 10 jaar gewacht. Nu moet hem ook niet meer afkomen. Dat het super gemakkelijk is. Het ding in België is ook precies, je moet je job stoem vinden, anders is het geen job. Als je doet iets wat je graag doet, dan denk je van, ja, maar dat is geen job, dat kan iedereen. Dus bij deze wil ik aan al deze mensen zeggen, kom naar een open mic en doe het maar. Dan kunnen wij eens goed lachen. Mijn fijne motoriek is goed, maar mijn grove motoriek is echt niet goed. Echt niet goed. Met de fiets rijden, dat is niet een rechte lijn bij mij. Hè? En dus niet, je kunt niet tegen mij spreken als ik fiets, want dan ben ik al zo bezig met dat stuur vasthouden en trappen. En... Nee. Eigenlijk vind ik het onverantwoord dat ze geld vragen om naar de wc te gaan. Ik was over laatst in het station van Berchem en ik moest naar het toilet. En ik zei tegen die mevrouw, ik moet heel dringend naar het toilet, maar ik heb geen cashgeld. En ze zei, ja, dat is hier altijd met cash, zei ze. Ik zeg, ja, maar ik heb echt niks. Ik zeg, kan ik op een andere manier betalen? Dat mocht allemaal niet. En ik zei, mevrouw, gaat u mij nu hier echt in mijn broek laten doen? En weet wat die zei? Ja. Ik kan een doedelzak nadoen.